Goedemorgen, dit is het weersjournaal van Weerplaza.nl. Toch tamelijk veel wolkenvelden boven Nederland en met name boven de Noordzee. En die wolken boven de Noordzee, daar krijgen we later vandaag mee te maken. Uit die bewolking valt lokaal een spatje regen of motregen. En de zon breekt ook af en toe door met de temperaturen vanochtend nog vrij fris, met een graad of 14 op de meeste plaatsen. De wind is dan noordwest en zwakt tot aan zee vrij krachtig en die neemt in de loop van de middag geleidelijk af. Is in het binnenland dan meest matig en aan zee soms nog vrij krachtig. De bewolking heeft de overhand en lokaal valt er nog een spat regen en het wordt zo'n 18 graden. Vanavond dan neemt de kans op een buitje geleidelijk af. De bewolking blijft de overhand houden en het koelt alweer vrij snel af naar zo'n 13 graden. En ook morgen houden we tamelijk bewolkt weer. Het wordt dan 17 tot 19 graden. Plaatselijk valt er nog een enkele bui in de Noordwestenwind. Die is meest matig. De grootste kans op het zonneschijn is in het zuidoosten van het land. En na het weekend dan wordt het langzaam beter. De wind begint naar het noorden tot noordoosten te draaien. De wolken verdwijnen en de temperaturen die lopen flink op. Op woensdag kan het op veel plaatsen al zomers warm worden. Na woensdag dan kan de temperatuur zomaar verder gaan oplopen. Mijn naam is Wilfred Jansen voor weerplaza.nl